zit er nog meer in de doos? Ik heb hier nog iets staan. Wat is dit bijvoorbeeld? Oh joh. Eigenlijk om maar de... Laten we bij de historie beginnen. Ja? Oh ja, nee, laten we dan bij het begin beginnen. Ja. Het is net pakjesavond. Ja. Nee, kijk, als je het dan hebt over 180, wat Geza aan heeft, we moeten eigenlijk semi-voorzichtig mee zijn. Oh ja? Het zijn zeg maar, trouwens, 42. Hey. Nou, als je erop gaat staan, dan knallen ze uit elkaar of dan brokkelen ze gewoon echt af. Maar dit is, wat leg je ze uit? Want waarom is dit zo kwetsbaar dan? Omdat ze uit 1991 zijn. Dus dit zijn de originele, zeg maar. Wauw. Inclusief, kijk eens aan het boekje. Is misschien ook wel leuk om... Ja. Misschien kunnen we dat later ook in een shotje laten zien. Hoe die boekjes natuurlijk... Dat was sowieso vroeger zo dope. Ik weet nog dat als ik gewoon schoenen kocht, dan ging ik thuis gewoon... Ja, we gingen vooral boeken voor de boekjes. Ja, ik ging echt voor de boekjes en de hangtags en de stickers. Ja, want dat was ook vooral... Er is weinig veranderd in... Kijk naar de Air Unit. De Air Unit is een heel groot verschil. Air Unit is natuurlijk wel een stuk geslonken. Ja, want dat viel mij ook meteen op bij die eerste Nike MX die ik dan ooit had. Ja. Dat die Air Unit, die was gigantisch, joh. Ja. Misschien heb ik daar ook nog misschien ergens... Oh, die heb ik... Oh, nou ja, die ben ik vergeten. Maar...